Eind vorige week werd de laatste wiek omhoog gehesen en bevestigd aan de derde windmolen van het windpark Weert. Een prachtige mijlpaal. Het Weerterland telt nu 3 extra windmolens. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch voldaan gevoel. Want het is natuurlijk een afsluiting van een jarenlang voorbereidingsproces. Zo'n 4,5 jaar geleden is er begonnen. Daar hebben de toenmalige bestuursleden van Weert Energie, met name Peter Glaude, Jan Scholz en nog wat anderen, hebben daar enorm hard aan gewerkt. Om initiatieven tot echt iets concreets te brengen. Ze hebben ook de contacten gelegd met Eneco, onze huidige partner. Want samen met Eneco en Weert Energie bouwen wij Windpark Weert. En ja, het monteren afgelopen vrijdag een week geleden van het laatste blad is daarmee natuurlijk een fantastische afronding. Ze staan er nu, hè, dat is natuurlijk mooi, maar ze produceren op dit moment nog geen stroom, want er moet binnen nog van alles gebeuren voordat het zover is. Nou, in de modus moet natuurlijk van alles nog worden gemonteerd, zoals de lift, hè, want je moet boven kunnen komen. Je kunt die mensen die onderhoud doen niet alles maar 150 meter trappen laten klimmen, 130 meter, pardon. En dan de bekabeling moet worden afgerond. Er komt ook allerlei regelapparatuur nog in. Alles moet ook goed worden afgesteld. Nou, dat duurt echt wel een paar weken per molen. Molen nummer 2, die het eerste stond, verwachten we dat hij toch begin maart al stroom gaat produceren. De andere zijn iets later, maar ook een aantal weken later zullen die volgen. En dan krijgen we goede stroom. En daar gaat het allemaal om. We hebben de warmwonenwinkel zijn we gestart begin december. Met name om voor Weert Energie wat publiciteit, meer publiciteit te genereren natuurlijk. Maar ook om een soort clublokaal voor Weert Energie te genereren. We willen het wijgevoel in de vereniging willen we verhogen. Daarnaast hopen we hier heel veel mensen te kunnen helpen met vragen over hoe verduurzaam ik mijn woning. We hebben heel veel mensen al binnen gehad. Mensen komen kijken, ze zijn nieuwsgierig. En er zijn vele mensen die we ook al van adviezen hebben kunnen geven. Dus mensen die hier binnenkomen, daar geven we concrete adviezen aan als ze daar vragen over hebben van wat ze kunnen doen met hun woning, waar ze het eerst kunnen beginnen. Gaan ze eerst isoleren? Is het beter om eerst mijn ramen te vervangen? Is het beter om een dak te isoleren? Dat soort hele concrete vragen, daar komen mensen mee naar de winkel. Weert Energie is volop in beweging, kan ik wel zeggen. Het is natuurlijk nu met de windmolens heel actueel. We hebben voor 10.000 huishoudens in Weert hebben we stroom. Nou, die stroom willen we uiteraard verkopen aan Weertenaren. Dus we gaan binnenkort beginnen met een grote actie om via het platform, en dat heet Weert Om, energie te verkopen aan de Weertenaren. En dat is gegarandeerd groene energie uit eigen regio. En het is ook nog heel erg concurrerend ten opzichte van andere energie die je op de markt kunt kopen. Heel concreet zijn we bezig op dit moment met een proef met aquathermie in het kanaal. Om te kijken hoe je dus warmte uit het kanaal kunt omzetten naar warmte voor woningen. En we zijn natuurlijk bezig met onze leden om heel veel mensen te activeren en bij de vereniging te brengen. Naar verwachting, en dan moet je even in de gaten houden, het normale weerpatroon in Weert, hè, vooral in deze omgeving, en dan met name de wind, geeft een voorspelling dat we ongeveer 30.000 megawattuur per jaar gaan produceren. Oftewel 30 miljoen kilowattuur. Dat is ongeveer gelijk met wat een gemiddeld gezin verbruikt voor 10.000 gezinnen. En dat is te verwachten opbrengst.